We zijn dus gebombardeerd in 40. Maar dat was dus met Pinksteren, was dat precies. Zijn we toen gebombardeerd. 10 mei, als ik me niet vergis, ja, 10 mei. En toen hadden wij natuurlijk in de gaten dat de oorlog was. Op de hoek, Dillenburgstraat, wat nu Dillenburgstraat is, Emmelaan, Kerkstraat van het Ginneke. En wat was er meer? Oh ja, het was nog Wilhelminastraat, de oude Wilhelminastraat, Ginneke. Op die hoek. Daar zaten een paar van die Fransen, dat is net van zijn invasie geweest, tenminste. En die begonnen te schieten met een gewoon geweertje naar die dingen. En dan hadden ze tankjes. Die waren niet groter dan onze kinderwagen, bij wijze van spreken. En daar zaten, boem, boem, boem. En die zaten op die hoek. En het was de grote hoek van het Ginneken in feite. En die Duitsers die kwamen overheen en zeiden maar schieten. Totdat die Duitsers dat verveelden en die boom, boom, 4 bommen tegelijk, 10, 20, op een rijtje. En die laatste, nee niet de laatste, op één na laatste, die viel dan bij ons vanaf de voordeur, vanaf de slagerij viel die meter of 20 van ons vandaan. Behoorlijk schade, ja. Behoorlijk schade, nee. Heel bij ons, de buurman, dat was een bakkerij, die was in het puin. Die stond op een pilaar en daarboven. En die pilaar die werd weggemaaid door de zucht of door de bom zelf. En dat ging, die zakte zo naar beneden. En daar stond een broer van de eigenaresse van die bakkerij, die sliep boven, net boven die dingen, en die kwam zo met zijn bed naar beneden. Boom. Het was 4 uur 's morgens. 4 uur 's morgens, s'nachts. Jullie lagen te slapen? Wij lagen te slapen. En bij ons, mijn zusters waren er toen nog niet bij, want die waren eten door school. Maar bij ons waren er toch, mijn jongste broer die was een jaar of 2, 3 misschien. En die heeft toen een scherf gekregen van wat, weet ik niet. En oog verloren. En allemaal hadden we wel wat schrammen over van het plafond dat er beneden kwam, weet ik wat meer. En dan, daardoor gingen we rechtstreeks naar het ziekenhuis over de straat. Weet ik wel. En we waren dus met van ons thuis met een man of 7, 8. En dan gingen wij, in de nachthemden, gingen we over de straat naar het ziekenhuis. Hebben we in die kelders gelegen. Als je, een enorm grote kelders eronder in het ziekenhuis. En daar hebben wij dus op stukjes goed. En ik kan mezelf herinneren, die hadden we die grote kabinetten. En ja, die grote lade, en daar kon ik net in. Boom, en daar heb ik geslapen. We zaten in die kelder. En rozenkransjes en een heleboel litanieën op ze enzovoort. Ja, dat was vroeger. Hoe lang hebben jullie in die kelder gezeten? Nou, totdat we hoorden dat die Duitsers al boom, 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 in de straat liep. Dus dat was pakweg. Maar hier zijn we. Eigenlijk door die Duitsers, ik denk dat het 12 mei was. Een paar dagen daarna. Zo vlug was het. Maar toen kwamen jullie eruit, uit de kelder. Het was Breda bezet door de Duitsers. Ja, en toen konden we nergens terecht. Want we konden niet naar huis. En toen hebben we de slagerij voortgezet in de leegstaandpand. Dus daar zijn we ingekropen. Hebben de slagerij voortgezet tot we een nieuwe bouw kregen. Want wij zijn in 1942 hebben wij een nieuwbouw gezet dan. Op de oude plek weer? Die op de oude plek weer, maar wel 3 meter terug. Ja. Maar gewoon een klandizie vanuit het Ginneke, die bleef Die bleef wel door. En moesten de mensen ook bonnen, met bonnen? Nog niet, nee, dat was het begin niet hoor. Even kijken. Maar, nee, er was toen nog geen distributie. Ik weet dat voor het eerst dat ik dus...
die bolletjes dan opgeplakt hadden thuis. En dan moest ik die vellen naar het distributiekantoor in de Kloosterland. En daar dan moesten we daar naartoe brengen, die vellen. En daardoor, dan kregen wij een vergunning. Zoveel vlees konden we leveren. Nee, dat, in het begin hebben we daar weinig van gemerkt hoor. Want juist omdat we dus zoveel eigen vee nog hadden daar in de Bieberg enzovoort, hadden wij eigenlijk gauw, we hebben niet zoveel last gehad van de leverantie. Ja, na 42 wel, want toen mochten we niet meer slachten. Wij werden bij Bredana. En wij moesten onze dingen, vee moesten we slachten in het slachthuis. Want we mochten niet meer slachten thuis, hier in het Ginneke. Onze auto was een Ford. En die zat hier in met de garage op de Bosstraat. Dat is een Ford garage. Naderhand is het ook weggegaan. En wij moesten onze auto op een gegeven moment inleveren. Ook. En hebben we toen. Nu was ze ineens weg, het Bosstraat. Die hadden de Duitsers meegenomen of zo. Ja, dat was. Maar ja, in de oorlog konden we ook niet meer rijden hoor, naar de rand. Vanaf de pakweg een half jaar. Nee, die Duitsers hadden die benzine nodig en al de flauwekul. Burgers kregen niks meer om nog een auto te rijden. Ja, we hebben nog een frauduleuze slachtding gehad. En dat was kort voordat we bevrijd werden. En hij had een boer daar, Eipela was het in de buurt. En die had daar een koe staan, of een koeien nog staan, in die weide. En die zei, die, de, mijn vader naartoe gegaan. En ja, hebben ze in de wei hebben ze die koe, één koe geslacht. En dat was dus, ja, tijdelijk was dat eventjes te wikken natuurlijk. In de oorlog hadden wij twee, ja, achteraf bleek dat Duitsers, of Joden te zijn, want dat wisten we niet hoor. Eén in zat dus bij ons thuis in. Die andere, die was al lang, die is tijdelijk naar de baronie aangegaan. En die is, ja, naar de hand hoorden wij dat die al vergast was daar ergens. Of vergast, hoorden wij er nog niet even, wisten we er nog niet van. Maar dat die in ieder geval naar Duitsland gehaald was. Die kwamen eigenlijk denk ik al uit de buurt van Amsterdam of zo. Die zochten natuurlijk bij ons een onderkomen, ver van zijn eigen woning af. En ik weet niet meer hoe de heer heette ook, die man. Hij bleef altijd op zijn kamertje, was boven op zolder, klein kamertje. Daar bleef hij altijd zitten. En s'avonds ging hij eens een keertje eruit om te lopen enzovoort. Maar dat was zo tegen het eind van de oorlog. Maar die is dus een korte tijd bij jullie ondergedoken gezeten? Ja, ik zeg een maand of 4, 5, denk ik. Ja. Ja, het kleinste kamertje, daar was je tevreden mee. Dus dat. Wij wisten toen niet eens, tenminste ik wist niet dat het een Jood was of zo. Maar ja, dat is een zogenaamd pension. Zogenaamd pension. Het pad moest dan weer betaald worden en dat moest ergens vandaan komen. Slagerij ging natuurlijk was totaal naar de Filistijnen. Tenminste wat inkomen betreft. Mijn tweede broer, die moest naar Duitsland. En die is ook in Duitsland geweest. En die heb ik halve, nou het was in Keulen. En we werden daar toen zwaar gebombardeerd door de geallieerden. En die kwam met een meid, ook een Belgische, kwam die gelopen van Keulen naar Breda. Hij is ondergedoken geweest en bleef in Gilserijen. Het mooiste is dat hij daar bij een boer terecht kwam die reed met zijn paard en kar, reed hij elke keer naar het vliegveld. En daar, mijn broer ging daar. Ging mee en in het laatst ging hij ook zelf eroverheen. En ik weet wel, dat moest ik nog vrijdagavond, moest ik nog ondergoed brengen voor hem. Dat die één keer per week werd die destijds nog
gewassen en schoon ondergoed gehad, ben ik nog naar Gilderijen elke vrijdagavond op fietsje naartoe gereden. En een paar keer dat ik in de sloop moest komen, want het werd gebombardeerd. Dus dat was tegen het eind van de oorlog. Ik heb die Belgische meid nog in Meerseldreef over de grens gezet. Ook s'avonds in moeilijke tijden. Toen had ik nog een fiets met luchtbanden. En die heeft zij dus meegenomen. En toen had ik nog over in met mensen van die... Die keiharde banden. Ik weet het niet, maar in ieder geval. Het was tegen het eind van de oorlog. De bevrijding. Wij zijn niet weg geweest, hè, met de bevrijding. We zijn wel in de kelder gezeten. En dokter Gommers heeft bij ons nog in de kelder gezeten. Dat was er tegenover, dokter Gommers. En die, want wij hadden een grote kelder. Hadden we nodig voor die slagerij natuurlijk ook. En die heeft bij ons nog in de kelder gezeten. Wij zaten met die grote kelder zaten wij zelf in. Dat waren we met pakweg 15 man. Ja. Ongeveer. En hoe lang is dat geduurd? Ik denk één nacht. Of een dag en een nacht. Zoiets ongeveer. Ja. Dokter Gonnes die ging kijken. En die kwam meteen terug van... De Duitsers zijn weg, de Duitsers zijn weg, of zoiets riep hij. Hij wist ook niet dat het Polen waren, hoor. Hij zei de geallieerden, zoiets maakte hij ervan. En toen konden wij uit die kelder komen.